Er is wel een soort van bewustwording in de voetbalwereld dat dingen gewoon getraind kunnen worden. En dat komt ook door al die data. Hè? Want je weet nu precies hoe ver iemand op. Je kunt je niet meer verschuilen achter alleen maar je talent. Je wordt genadeloos afgemaakt met als je alle analyses ziet. Ja, maar dus ik had het er met Peres over van de week. En die zegt, ja, iedere keer die kilometer afstanden onder die middenvelders en in aanvallers ook. Hij zegt, het zegt natuurlijk ook weer niks, want het is maar net hoe je loopt. Ja, dat klopt dus natuurlijk wel. Dus je moet cijfers ook weer niet overschatten. Nee, maar dat is, ik denk wel dat ze ook bij Ajax en bij Milaan... Dus ze houden alles bij. Dan zijn ze echt gewoon heel goed... En Louis van Gaal toch ook? Dus dit is alles. Toch een belangrijk onderdeel van de totale mens? Ik denk dat Nederland een van de best, met Duitsland en zo, geprepareerde landen is. Alles is gemeten. Ja. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Rob, hè, die is dan fysiek goed getraind... maar die heeft dan die osteopaten erachter staan. Die is niet voor niks heel erg geïnteresseerd in wat Sven Kramer allemaal doet. Die hebben echt die interesse, die nemen ze over. Ze willen gewoon echt top getraind zijn. En dat zijn ze gewoon. Ze zijn gewoon fit.